Er is er een jarig. Hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Hoe ben jij? Gelukkige verjaardag. Yay. Met daarop minder lekkere kaarsjes, maar wel hele mooie, hè? Ja, het is heel mooi. Moet ik ze niet uitblazen? Ja, ik moet ze eerst even aansteken, hè? Ah, ja. Yay! Hip, hip, hip. Hip, hoera voor papa! Hey! 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 Jij riep ook mee, heb je dat gehoord? Ja, ja, ik heb het gehoord. Ja. Nee, dat is lief van jou. Het is vandaag de eerste verjaardag die jij viert, nu dat je ons jullie kunnen hebben, zie. Super, hè? Ja. Ja, hey. Nu kunnen we lekker een taart eten en ervan genieten. Ja, echt. Ja, het is zalig zijn. 28 jaar, dat is veel van gedacht. Ja, dat is toch ook wel logisch. Het is toch wel een logische verdere stap als je 27 bent, dat er dan 28 komt. Ja, ja. En die 30 die komt er ook stiltjes aan, hè? Ja. Het is veel te mooi weer om binnen te blijven. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, we geraakten vandaag gewoon niet vooruit. Ondanks dat mijn verjaardag is, is het toch een dag geworden dat we vooral hebben doorgebracht in het appartement. Niet dat dat erg is, maar toch, je ziet buiten dat mooie zonnetje schijnen. En dat vraagt toch om even naar buiten te komen. Maar dat gaan we nu goed maken. We gaan de komende uurtjes gewoon buiten vertoeven. En dat doen we met ons Juleke in de voiture. Hoe komt het eigenlijk dat het allemaal zo, ja, zo moeizaam is? Voor? Weet het niet. Vertel een keer. Is er iets misgegaan? Nee. Oké, toch. Het ging gewoon traag. Heel veel van vandaag heel erg veel even eten. Ik denk dat hij vandaag een regeldag heeft of zo. Dus... Ja. Iedere keer wanneer dat we eigenlijk net klaar waren met eten en wanneer hij dus een boertje had gelaten, ja, verschoond was, even weer tot rust gekomen. Dan moest hij weer eten. Een paar minuten later had hij weer honger. Ja. Dus we hebben hem eigenlijk continu zitten voeden. En nu is hij eindelijk in slaap gevallen. Ja. Oh. Hij is vandaag een regeldag. Hij heeft waarschijnlijk een regeldagje, denk ik. Ja. Kijk, hem eens genieten in zijn mandje. Ik zeg altijd mandje, maar ja, wat is het eigenlijk ook, hè? Nee? Ja. Of hoe noemen ze dat? Ja. Draagmand. Draagmand, ja. In zijn mandje. Ja. 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 Ja, dat is een bak, hè, maar die is niet open. Gesloten. Nee, voilà. Winkelstraat van Wenderen, die telt wel geteld, echt één straat. Ja, 20 winkels. 20 winkeltjes, wel, pas op, dan nog redelijk wel, hoor. Ook een apotheek, daar moeten we even zijn, want Jules die neemt vitamine, waardoor dat die, waarvan dat dus een beetje krampjes krijgt. Ja. Dus dan moeten we misschien nog even de juiste vitamine gaan halen. We staan wel tot buiten aan het schuiven. Ja, heel veel mensen buiten nog te wachten. Nee. Well, oké, okay, goed. Ja, hij neemt nog altijd diezelfde vitamine, maar we denken misschien dat hij krampjes dus krijgt van die vitamine. Af en toe. Ik ga nu niet gaan zitten aanschuiven. Nee. Vijf mensen staan er. Nee, het is een beetje te druk bij de apotheek. Maar dat komt er dan van, als je nog maar één winkelstraat hebt. En maar één apotheek. Ja, voilà, voilà. Want die apotheek zal dat zelf niet erg vinden, denk ik. Maar ja, het is net iets te druk daar. Hè? Ja. Geen fietsen, nog go-karts hier op de dijk. Maar gelukkig mogen kinderwagens er wel op. Hè? Stel je voor, dat had ook niet zo mogen. Maar ondanks het verbod wordt er niet veel oor aan gegeven, precies. Ja, er staat daar denk ik zelfs nog verboden fietsen te plaatsen. Daar. Ja, ja, inderdaad. En daar staan dan fietsen natuurlijk aan. Hè. Ja, ja, de Vlaming in één beeld. En we zijn opnieuw helemaal vanuit de Winden naar Blankenberg gewandeld. We hebben dezelfde wandeling gedaan als gisteravond. En we zitten hier nu in ons favoriete restaurantje, hè, Mecarello, Mexicaan. Ja. We hebben hier ook al een lekkere mocktail. Cola. Op jouw verjaardag. Heel lekker. Ja, zeker. Het ziet er hier allemaal lekker uit, hè? Smakelijk, hè? Smakelijk. Het is een grappig glas, hè? Hoe ziet jouw glas eruit? Zwart. Mooi. We hebben thuis ook van die tiki glazen, hè? Ja, doorzichtig, hè? Ik vind ons thuis wel heel mooi. Ja, die van ons thuis vind ik ook mooi. Ja, alhoewel, ik vind dit ook wel heel mooi. Oh, dat is schattig. Ja. We zijn hier net nog eventjes gestopt nog voor een theetje naar te drinken. Want dat is Jules die kreeg honger, dus hij heeft net ook nog een flesje gekregen.
En is maar een beetje aan het knuffelen, aan het lachen nog bij Jenno, hè? Bij papi pap. We hebben eigenlijk hetzelfde gedaan als dat we gisteren gedaan hebben. Hè. We zijn opnieuw van Wenduinen te voet naar Blankenbergen gestapt. En dat is een keifijne wandeling. Dat is eigenlijk heel erg fijn. Als je zelf ook eens in Wenduinen verblijft of je verblijft in Blankenbergen, is dat zeker een aanrader. Het eerste stukje is dus langs de haven. Dat is een grote tocht van toch zeker 20-tal minuten. En dan heb je vanaf de haven heb je een hele groene strook langs de grote baan tussen de zee en de grote baan dus eigenlijk naar Wenduinen. En dat is dan ook weer zo'n, ja, toch zeker een half uur stappen. En dat is heel erg fijn. Zeker als het mooi weer is. Heel rustgevend. En je hebt ook verschillende punten, maar dat konden wij nu niet doen met de buggy, waar je dus met de trap eventjes kan oversteken en dat je dan terechtkomt bij de zee. En dan kan je ook meestal ook een rustig stukje kust vinden dan in bijvoorbeeld Blankenbergen of in Wenduinen Centrum. Ja. Ja, leuk hè. En nu zijn we een beetje wat aan het uitbuiken en aan het genieten hier. Ja. Met de zonsondergang. Zusse. Mooi hè. Het is weer zo'n mooie dag om aan de zee te zitten hè. De Costa del Sol was leuk en Torrevieja was ook heel erg fijn. En, Costa Brava. Costa del Sol is nog zuidelijker, of hè? Ja, weet ik niet. Costa Brava is hier, maar wel een plaatje daar. In ieder geval, de Costa's die waren ook heel erg fijn. Heel fijn. Maar in België kan je dat eigenlijk ook allemaal beleven. Ja. Hè? Je mag dat niet vergeten. Hè? We hebben een prachtige kustlijn. Hè? Ik ben er altijd... Ja, als je aan mij vraagt, wat is jouw favoriete vakantiebestemming als het in België moet zijn, staat bij mij op nummer 1 de kust. Ja. Bij jou niet, hè? Bij jou is dat zo Ardennen, hè? De kust en de Ardennen staan echt wel gelijk bij mij. Ja, bij mij is dat zonder twijfel de kust. Ik vind misschien de Ardennen leuk om daar echt de lange wandelingen nog wat te gaan maken. Ja. Maar aan de kust heb je zo meer wat meer de vlaktes en zo. Ja, ik weet niet, het is anders. Maar in ieder geval, ik geniet hier ook wel echt heel erg hard van. Het is echt gewoon zalig. Gewoon even uitwaaien, ook aan het wel zwaait vandaag. Even aan iets denken. Als je dus van hier naar Wenduinen zou gaan, of omgekeerd, kan je ook nog tot een bepaald uur een veerbootje nemen. Ah, ja. Dat is die route van de haven dat ik net zei, want je moet met een grote bocht eventjes omlopen, omdat er hier dus in Blankenbergen een haven is. Die bocht, die kan je omzeilen. Door dus een veerbootje te nemen die aan de lichttoren van Blankenbergen je kan nemen. Aan de vuurtoren. Aan de vuurtoren, ja. Is dat lichttoren, is dat hetzelfde? Als we trouwens de havencirkel gaan doen, moeten we hier naar links. Oké. Okay. Dan gaan we nu dag zeggen tot naar de zee. Dag zeggen tegen de zon. Dag zon. Die we niet gaan zien zakken in de zee. Doei. Ik loop terug op een plekje waar ik als kind heel erg graag kwam. Het kleine go-kartpleintje, daar kwam ik als kind heel erg graag. Dat is super leuk. Ik hoop dat dit plekje ook blijft bestaan, want dat zou super leuk zijn als we dan later ook met ons huwelijken naartoe kunnen komen. We hebben er een leuke dag op zitten. Het was echt heel erg fijn. Ik ben helemaal ontspannen geraakt. Het was een hele leuke verjaardag. En nu terug naar het appartementje en morgen gaan we alweer terug naar huis, dus het zit er alweer op, ons verblijf hier. Ik ga het hier wel missen. Ik ga de zee altijd een beetje. Het was heel erg fijn, hè? Dat is superleuk. En we zien jou heel graag morgen terug voor een nieuwe video. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.